vijf dagen Hiswater Water blikken we terug op een bijzonder geslaagde watersportbeurs. Er lagen hier meer dan 330 boten, van rubberbootje tot superjacht. Er kwamen elke dag tienduizenden bezoekers en elke dag scheen de zon. Ja, het kan bijna niet beter. Hè? Prachtig mooi weer, enthousiaste bezoekers, volle stijgers, volle kaders, exposanten die blij zijn. Het kan bijna niet beter. Elke dag werd hier een prijs uitgereikt in het kader van de Boot van het Jaarverkiezingen. Wat vinden jullie van de beurs? We zijn zeer tevreden. Dus, je ziet het om je heen, heel veel mensen. En eigenlijk iedereen is vol enthousiasme, heeft de hele mens op de boot. En al die mensen die zijn ook echt geïnteresseerd. Dus wij kunnen op dit moment alleen maar spreken van een hele geslaagde beurs. Wij zijn echt tevreden en alle respect voor de Hiswa hoe ze het hier opgetuigd hebben. Ja, super. Een prachtig mooie leads en leuke bezoekers. Het is natuurlijk fantastisch weer. Alweer bijgetekend voor volgend jaar? Voor de beurs? Ja, ja, uiteraard. Nou, de beurs is ontzettend goed bezocht. En we hebben natuurlijk na een paar jaar afwezigheid komen er heel veel ook nieuwe mensen deze beurs bezoeken. En ja, we merken gewoon ook ontzettend veel potentieel. Dus je ziet wel publiek wat ook echt zich aan het oriënteren is. En wat weer geïnspireerd is geraakt natuurlijk door wat we achter ons hebben liggen. Hè? Dus de coronaperiode. Ja. Nu een mooie zomer en prachtige mogelijkheden in Nederland. En wat voor ons heel leuk is dat we heel veel, vooral nieuwe watersporters hier tegenkomen. Dus eigenlijk klanten die we nog niet eerder op een beurs hebben gezien. Ook heel veel mensen die voor het eerst naar een watersportbeurs komen. Aan de commerciële kant is het voor ons wat lastiger. Nee, waar je voorheen, als je hier stond, kon je het jaar daarop nog wel boten leveren. Dat is wat lastig. Volgend jaar is de Hiswater Water er natuurlijk weer en dan van 30 augustus tot en met 3 september hier in de Bataviahaven van Lelystad. En dan komt u toch ook?